Drenthe. Een prachtige provincie met een nog goed zichtbare geschiedenis. Het Ballouwerveld met haar grafheuvels en hunnebedden. En Esdorpen met oeroude boerderijen, brinken en kerken. Maar ook de kanalen en lintbebouwing in het veenkoloniaal gebied. De sporen van de Tweede Wereldoorlog. En de koloniën van de maatschappij van weldadigheid. Over al dit zichtbare en soms ook onzichtbare erfgoed is veel informatie beschikbaar. Op tal van websites, databases, artikelen en boeken. Toch weet de gemiddelde Drent en ook de toerist nog te weinig over onze geschiedenis. De informatie is te versnipperd, vaak niet gekoppeld aan locaties en niet verrijkt met verhalen van de mensen zelf. Met het project Geheugen van Drenthe wil het Drents Archief en Stichting Het Drentse Landschap het Drentse erfgoed beter toegankelijk maken voor het brede publiek. Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe zijn aangehaakt vanuit hun ambitie om erfgoed in te zetten bij de promotie van Drenthe. Het Geheugen van Drenthe bestaat uit een geavanceerd zoeksysteem om erfgoedinformatie te zoeken en een digitale Drentse encyclopedie. Boordevol weetjes over Drenthe en met specifieke informatie over aantrekkelijke toeristische trekpleisters. Lokale ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld gebruik van maken bij het opzetten van toeristische activiteiten. Historische verenigingen kunnen het gebruiken om erfgoedroutes te maken. Maar denk ook aan een caféhouder die zijn gasten kan wijzen op historisch waardevolle plekken. Het geheugen van Drenthe is het middel om meer te weten te komen over de Drentse geschiedenis. Het bevat verhalen over monumenten, landschappen, voorwerpen en mensen uit het verleden. En nodigt uit tot ontmoeten en beleven. Beleef het erfgoed van Drenthe op www.geheugenvandrenthe.nl.